staan hier op het Münsterplein en vertel eens even wat hier allemaal aan de gang is. Ja, zoals jullie kunnen zien is er op dit moment volop bedrijvigheid omdat ze onze Winterfever Arena aan het bouwen zijn van een tentenbedrijf uit België. En we hopen dat zaterdag klaar is. Hoe is het idee tot stand gekomen? Tja, dat is heel raar. Dat is eigenlijk gekomen na de evaluatie van afgelopen jaar, waar heel veel energie en tijd in is gestoken. En gekeken is naar hoe krijgen we dat weer zonafhankelijk en hoe krijgen we het multifunctioneel. Nou, dat is eigenlijk de uitgangspunten geweest waar we gezocht hebben naar een oplossing. En daar is dit idee uit ontstaan. En wat gaat er allemaal gebeuren hier op het Münsterplein? Ja, belangrijk is natuurlijk dat je een idee maakt waarin je heel veel dingen kunt combineren. En daarom hebben we de hele ruimte multifunctioneel gemaakt. En dan moet je denken aan concerten, dan moet je denken aan een overdekt terras. We hebben een mooie curlingbaan erin liggen, weliswaar met kunststof, maar het kan. Dat is tegenwoordig allemaal mooi ontwikkeld spul. We hebben er een rolschaatsbaan in, een hele mooie. Dus we kunnen eigenlijk al die dingen met elkaar combineren. En het is weer zonafhankelijk. Dus dat betekent ook dat je eigenlijk nooit, in principe buiten dan slecht weer, maar slecht weer is buiten. Maar voor ons is dat binnen helemaal geen probleem. Ja. En worden de ondernemers rond de Münsterplein ook betrokken bij het gebouw? Ja, bij de ontwikkeling van het evenement hebben we nadrukkelijk het voorgaande evenement geëvalueerd. We hebben nog eens goed gekeken van nou, heeft dat op langere termijn kans van slagen? Nou, en hebben we samen eigenlijk geconstateerd dat kun je zeker nog misschien een keer doen. Maar de energie die zij er zelf in gestoken hebben, plus het risico dat ze gelopen hebben naast hun eigen zaak, dat is eigenlijk onverantwoord, vind ik zelf. En dat vonden zij ook. En toen we eigenlijk met dit idee kwamen, hebben ze meteen het omarmd en zijn ook mee heel intensief betrokken in de ontwikkeling. En dit is dus een bijzonder iets in Roermond. En wat maakt het zo uniek, dit event? Nou, als je hier staat en de mensen die langs mij kijken, die zien op de achtergrond een prachtig decor van de Münsterkerk. Het plein en het kiosk en de bomen eromheen is sowieso al erg sfeervol. En als je dan dat kunt combineren met een event wat heel bijzonder en uniek is, omdat het nergens anders kan staan. Omdat, je moet al net al die faciliteiten die ik net heb gezegd, die moet je al bij elkaar vinden. Nou, dat staat nergens. Tenminste niet dat ik weet. Hè? En je wil iets bijzonders doen. Het moet van ons zijn, van Roermond. Wij moeten het ontwikkeld hebben, samen. Vandaar ook dat we heel veel ondernemers erbij betrekken om het mede mogelijk te maken. Ja, dat klinkt als een heel uniek concept. En vanaf wanneer zijn de mensen welkom hier? Welke datums is het af hier? Nou, we hebben een grote website, winterfeverarena.nl. Daar staan eigenlijk alle activiteiten op. Wordt nog steeds aangevuld. We hebben het gros van de activiteiten is eigenlijk gratis toegankelijk. Dat is belangrijk. Ja, ik zag nu al op de socials voorbij komen dat mensen zeggen, ja, je moet ticket kopen. Ja, er zijn een aantal, maar dat is grote minderheid, een aantal betaalde evenementen. Maar dan hebben we ook een heel bijzondere act staan. Maar het gros van de tijd is het hele paviljoen gratis toegankelijk. Kun je gewoon gezellig binnenkomen wandelen, kijken, een kopje koffie drinken of lekker op het terras zitten. Dat is eigenlijk van de 38 dagen dat we open zijn, is dat gratis toegankelijk. Dat is heel mooi. En u zei net al, waar kunnen de mensen terecht voor de informatie over de events die er gaan plaatsvinden? Nou, we hebben een grote website, winterfeverarena.nl. En daar kunnen ze kijken wat het programma is, wat er verder allemaal speelt. En we gaan heel intensieve social campagne doen op social media. Werken daar met partners samen die ons daarbij helpen. En dat gaat nu de komende weken gaat dat verder geïntensiveerd worden.